De langste tunnel van ons land krijgt een nieuwe naam, de Annie Cordy-tunnel. De tunnel in Brussel heette tot nu toe de Leopold II-tunnel, genoemd naar een van onze koningen. Toen hij koning was, werd hij ook baas van Congo, maar onder zijn leiding werden de Congolezen heel slecht behandeld. Daarom vond Brussel dat het tijd was voor een nieuwe naam. Dus moest de stad op zoek naar een andere bekende Belg. De zangeres Annie Cordy krijgt nu de eer. Ze was in de jaren 50 enorm populair als zangeres, maar acteerde ook in films. De Brusselaars konden een maand stemmen op de nieuwe naam. Enige voorwaarde, het moest een vrouwennaam zijn. Door meer straten en plaatsen te vernoemen naar vrouwen, wil Brussel aandacht geven aan belangrijke vrouwen die te vaak vergeten worden. En vandaag, op Vrouwendag, maakt de stad een nieuwe naam bekend. Annie Cordy kan het jammer genoeg zelf niet meer meemaken, want ze is vorig jaar gestorven. Ze is 92 geworden. Super tof dat je onze video hebt bekeken. Je weet wat je nu te doen staat, hè? Liken en abonneren om niets van Karwi te missen. Ah ja, check zeker deze video's.